In de kennisimpuls waterkwaliteit werken onderzoekers en gebruikers samen aan schoner water. Het resultaat is een koffer vol met kennis. Al blijven we onderzoek doen. Overnieuw. Succes. Hoe kunnen we die kennis het beste gebruiken? Hoe verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater? En hoe vergroten we de biodiversiteit? Kijk mee naar het kennisimpulsproject Nutriënten. Wat ik bij me heb is een potje landbouwgrond vanuit ons projectgebied en een potje water uit de sloot. Want het gaat erom dat de nutriënten die hierin zitten zo min mogelijk hier terechtkomen. Onze onderzoeksvraag was op welke momenten en op welke plaatsen in onze onderzoeksgebieden de meeste nutriëntenverliezen plaatsvinden. Om vervolgens met onze agrariërs te kijken op welke manier je nou het slimst die nutriëntenverliezen kan beperken. Nutriëntenverliezen aan zich zijn niet slecht, behalve dat we in Nederland in ons oppervlaktewater nog te veel voedingsstoffen, fosfaat en stikstof hebben. Dat moet naar beneden om een goede waterkwaliteit te krijgen. En ook de landbouw moet daar een bijdrage aan leveren. De belangrijkste pijlers van dit onderzoek zijn toch wel een bundeling van de kennis over de effectiviteit van maatregelen. Wat geresulteerd heeft ook en verwerkt is in de tool Maatregelen op de kaart. En anderzijds intensieve, innovatieve monitoring. We staan hier op die locatie waar je met metingen heel goed grip krijgt waar nou de nutriëntenverliezen het meest plaatsvinden en wanneer. Die kennis hebben we om te beginnen opgeschreven in allerlei deltafacts en slimme producten waar beleidsmakers wat mee kunnen. Maar nog veel belangrijker is dat we allerlei tools hebben gemaakt waar die agrarische sector mee aan de slag kan. En ze dus kunnen kijken met welke maatregelen ze het effectiefst nutriëntenverliezen kunnen beperken. Ja, ik vond het heel erg leuk om als kennisinstituut nu eens samen op te trekken met Altaris, RIVM, KWR en Wageningen Research. Dat werkt gewoon ontzettend enthousiasmerend. En een heleboel agrariërs die allemaal mee hebben gewerkt en allemaal ja hebben gezegd om hier in te stappen. Want ze zijn hier te gast op hun percelen en zonder hun was het absoluut niet gelukt. Kennisimpuls waterkwaliteit. Samen werken aan schoner water.